Mevrouw Mien van den Heuvel, hoe oud was u toen de oorlog begon? Dan was ik 13 jaar. En waar woonde u? In Kerkhoofse straat. En op 10 mei 1940 begint de oorlog, hè? Wat was het eerste wat u daarvan merkte? Mijn broer die kwam uit de kerk zondagsmorgens, want het was zondag toen, geloof ik. En die zei, er staat een ooievaar op het land. Dat had natuurlijk niks met de oorlog te maken, maar ik ook nieuwsgierig. En wij gingen samen kijken, want die wou ik ook wel zien. We kwamen op het land en die ooievaar was natuurlijk weg. Maar achter al die boerderijen op de Heuvelsebaan lagen hoopjes te branden. En dat bleken brandbommen te zijn geweest, die ze voor die boerderijen. En die hebben het doel gemist, denk ik. En anders hadden die boeren toen de boerderijen al kwijt geweest, de eerste dag. Ja, ja. En achter iedere boerderij lag zo'n hoopje te branden. Dus ze hebben dat gewoon gemist, die boerderijen. Dat was de eerste? Dat was de eerste indruk van de oorlog. Ja. Want daar wisten wij natuurlijk niks van. De oorlog begint op 10 mei. De tijd gaat verder. Wat merkt u eigenlijk op de duur van de aanwezigheid van de Duitse bezetter? Nou, wij hadden stallen en schuren, want we zaten op een boerderij. En dat was al heel gauw dat er paarden ingekwartierd kwamen met manvolk. Met die soldaten die erbij hoorden. Bij ons in de stallen en in de schuur. En waren dat hun eigen paarden? Dat waren, zover als ik weet, hun eigen paarden. Maar ze hebben op den duur al die paarden gevorderd. Dus er zullen wel paarden bij geweest zijn die niet van hun waren, neem ik aan. Maar ja, er liepen in ieder geval heel veel soldaten rond huis. Die op die paarden moesten passen. En de stallen bij ons en de schuren stonden vol paarden. En woonden die soldaten, woonden die soldaten ook gewoon bij u in huis? Er waren een paar officieren die bij ons op een kamer moesten. Maar de gewone soldaten niet. Of die bij die paarden sliepen, dat weet ik niet meer. Maar die waren niet in huis. Hoe was de omgang met die officieren? Nou, over het algemeen waren ze wel uit de hoogte, maar keurig beleefd. Zo niet dat ze vervelend waren. Maar ja, het was al vervelend dat je in huis zat natuurlijk. Ja, ja. En ze aten gewoon mee aan tafel? Nee, ze deden haar eigen. Ze sliepen bij ons en meer niet. En er was maar 1 of 2 man. Er was maar 1 kamer. En ik zeg, die andere soldaten die liepen wel rond huis, maar die kwamen meestal niet binnen. Dus ze gedroegen zich gewoon gedisciplineerd? Ja, ze gedroegen haar eigen netjes, ja. Ja, dit was dus een vorm van persoonlijk ongemak, hè? Waren er nog meer persoonlijke ongemakken door de oorlog? Het was in zodanig ongemak. Onze pa die was kassier van de Boerenleenbank en zaakvoerder van de Boerenbond. En die moest nogal eens regelmatig van huis, terwijl wij met 3 pubers thuis waren. Met heel dat volk rond huis. Dus op een gegeven moment toen kwam hij terug. Ik zei, ben iets vergeten? Oh, je kan zo toch niet gaan, zit hij. Met al dat volk hier rond thuis en met jullie allemaal thuis. Ja, mijn moeder was er niet. Die was in 40 gestorven, want ik heb dat opgeschreven. De oorlog begon bij mij in januari, toen mijn moeder overleed. En dat was in januari 40, terwijl in mei de oorlog uitbrak. Dus onze pa, die zat er met 12 kinderen, van 16 tot 2. Dus ik kan me nou wel indenken dat hij niet graag van huis ging. Nee. Terwijl dat wel af en toe moest. Voor zijn zaak. Ja. Nou, hij had hele grote zorgen over jullie. Ja, dat maar goed, had hij. De Duitsers gedroegen zich in ieder geval. Ja, maar er waren ook wel jongere mannen bij van rond de 20. Dus die, en wij vonden dat ergens wel interessant natuurlijk op onze leeftijd. Maar ik zeg niet dat ze ons ooit te na zijn gekomen. Nee. Dat niet. Nee. Dat was. De relatie tussen de Duitsers en u, persoonlijk. Hoe was dat in het dorp hier? Ja, wij kwamen in die tijd niet veel in het dorp. Want wij, door de week was het werken. En in het weekend, we mochten wel eens een keer gaan dansen of zo. Maar ja, dan waren we toch wel voor het 17, 18. En toen was er niks, geen kermis of geen dansgelegenheid of niks. En dan gebeurde het wel eens dat we bij een boer op stal, of dat we daar muziek draaiden. Met een ouderwetse grammofoon en dat me daar danste.
Maar ja, dat mocht ook niet. Dus dat was, als ze dan jonge mannen waren, die waren oer zo vlug. Als ze dachten dat er een controle kwam of iets, dan waren ze ook weg. Mocht dat niet van de Duitsers? Nee, was niks toen. Geen vertier. Over jonge mannen gesproken. Hè? Op een gegeven moment zijn Duitsers de jonge mannen gaan wegvoeren naar Duitsland. Hebt u daar ooit iets van meegekregen? Nou, ja, ik was 13, mijn oudste broer was 14. Dus die waren in die tijd nog te jong eigenlijk om daarvoor in aanmerking te komen. Die hebben daar nooit geen last van gehad. Die zijn in eerste geval niet. En de andere broers waren allemaal nog jonger dan ik, dus die waren nog te klein daarvoor. Het geweld, het oorlogsgeweld in en om Oosterwijk, u hebt er al iets over verteld, over die brandjes op 10 mei. Ja, ja. Hebt u daar nog verder iets van gemerkt, van geweld? Wel met de bevrijding. Ja. Toen was ik bij mijn tante en die woonde op het Spreeuwenburgerweg, die eerste boerderij. En met de bevrijding werd er op de kerk geschoten hier. En die granaten, die misten, die kwamen in de Spreeuwenburgerweg terecht. En daar is mijn neef, die een boerderij verder woonde als mijn tante waar ik was, die is daar verongelukt, chef Roeven. Die, met die granaten, want die Duitsers die zeiden, dat zijn de Engelsen, en die schieten op de boerderijen. En toen zei hij, jij was 12 toen, dan ga ik het veld in zitten. En die liep thuis weg het veld in en daar is hij geraakt. Ja. Allebei zijn benen kwijt. En die is een uur naar de rand op Katrinenberg overleden. Dat was toen een noodhospitaal. Ja. En die is daar overleden. Ja, tegenwoordig hoeft hij niet meer, al zijn ze de benen kwijt. Maar toen werd er verder niks mee gedaan. Hè. Ja. En dat was rond de bevrijding. Wij zaten ook bij mijn tante, die had een kelder en een aardappelkelder, zei ze vroeger. En dat was een opening van 60 bij 60, denk ik. En daar had hij helemaal vol strooi gelegd. En dan moesten we door die opening kruipen. Ik eerst en dan 10 kinderen. En dan mijn oom en mijn tante. En daar sliepen we s'nachts. Zaten jullie er echt veilig? Nee, daar zaten we helemaal niet veilig. Want de granaten die vielen op het huis en tegen het huis aan. En boven ons was een houten vloertje, dus hoe veilig is dan? Al zitten in de kelder. Hmm. Maar ja, we hebben het eraf gebracht. Goed afgebracht. Ja. Dat was dus bij de bevrijding? Dat was bij de bevrijding, ja. De veiligheid in het algemeen, hè? Het was in 1940 was het goed raak, bij de bevrijding ook, maar er tussendoor ook? Nou, tussendoor is er niet veel geweld geweest, tenminste niet dat wij meegemaakt hebben. We hadden in de boomgaard een schuilkelder zogenaamd gemaakt en daar lagen we takkenbossen op en we stro. Dus daar moest die granaten tegenhouden. Het is goed dat we ze niet over gehad hebben, maar dat was wel verplicht dat je een schuilkeldertje had. Maar ik zeg, dat was waardeloos wat de granaten betreft. Wanneer zag u voor het eerst een Schotse bevrijder? Een Schotse bevrijder? Nou, die heb ik gezien toen wij hoorden dat het bevrijd was hier. Toen mochten we naar het dorp van Kerkhoven uit. En toen hebben we gedanst rond die lichtmast. Die stond toen in de midden van die kruising. En daar hebben we eigenlijk iets van de bevrijders gezien, maar niet veel. Maar ik zeg, daar hebben we toch wel, dat was de avond dat we hoorden dat het bevrijd was. Dat was de lichtmast op het kruispunt van Stationstraat, Lint, Verlielstraat, ja. Stond midden op die kruising stond een grote lantaarnpaal, want ik heb er nog een foto van. Ja. Dat wij aan het dansen zijn daar. Deden de Schotten mee met dat feest? Daar ben ik me niet bewust. Later wel, dan was er bij Adriaanse was er toen nog een zaal. En daar werden balavonden gehouden voor. Adriaanse, waar was dat? Nou, er zit nou zo'n chique meubelwinkel in. Vroeger was dat een hotel of iets met een grote zaal. Op de Lint. En daar werden bals gegeven voor officieren. En daar zijn wij wel mee gaan dansen met. Dat werd georganiseerd en die moesten dan meisjes hebben om mee te dansen. En daar zijn wij wel een paar keer mee geweest. Ja,
U was inmiddels 18, hè? Ja, bij de bevrijding wel, ja. Konden jullie goed praten met die jongens? Ik kon het niet. Dan kon ik met de Duitsers beter als met de Engelsen, want Duits had ik ooit geleerd en Engels niet. Ja. Dus ik kon er niet mee praten. Ja. Mijn zus wel, want die zat hier op de Mulo en die verstond haar wel. Ja. Maar er werd gedanst en eigenlijk niks gezegd. Ja. Was er veel verschil tussen het contact met de Duitsers en het contact met die Schotten? Allebei waren het soldaten natuurlijk. Het waren allebei soldaten. Ja, met de Schotten heb ik eigenlijk weinig contact gehad. Dus dan een paar avonden zijn wij ze dansen, maar verder heb ik er nooit geen contact mee gehad. En die Duitsers die liepen bij ons over de vloer. Dus wat dat betreft was dat contact meer als met die Engelsen. Hmm. Want ik weet niet of ze lang hier in Oostenrijk geweest zijn, maar ik zeg, daar hebben wij niet veel contact mee gehad. Hmm. Oostenrijkers die met de Duitsers samenwerkten, die collaboreerden, zoals dat heet, hè? Kenden u die mensen? Ik kende er enkele, want onze pa die was in die tijd wethouder. En die kende wel enkele van die mensen en die hoorde ik wel eens vernoemen, maar verder heb ik er eigenlijk nooit niks mee te maken gehad. Nee. En mensen die in het verzet zaten, heb je die gekend? Ja, gekend. De gebroeders Schut, die kende ik wel. Maar Wim van der Klei, dat was van de notaris, denk ik. Hè? Ja. Die kende ik ook. Maar niet dat ik er, wat verzet betreft, iets mee te maken had. Nee. Maar tijdens de oorlog hebben zij verzet gepleegd. Wist u toen dat zij ermee bezig waren? Nee, dat heb ik niet geweten. Nee. Achteraf pas gehoord. Ja, achteraf. Ja. Nee, dat heb ik nooit geweten. Met een eigen man, die heeft dat wel meegemaakt, dat hij een Engelse piloot gered heeft eigenlijk. Hoe ging dat? Toen werkte hij op het gasthuis, was dat toen nog, je hebt nu Nuitseweg. Ja. En die hadden land liggen hier achter de Katrinenberg. En een beetje verder weg, daar was hij bezig met de afrasting repareren. En toen hoorde hij geritsel in de sloot, waar hij vlakbij stond. En daar bleek een Engelse piloot te zitten. Want hij knikte toen Jost een beetje uitlegde dat hij Engels was. En toen knikte hij heel bang. En toen heeft Jost geduid, blijf maar zitten. En die is teruggegaan naar het gasthuis en zijn tante was daar overste. En hij heeft zijn verhaal verteld en die hebben boterhammen en drinken meegegeven en overal en klompen, een petje. Allemaal van Jos zelf. En hij is met paard en kar teruggegaan naar die wei. Christie van der Haag geloof ik dat toen nog meegegaan is, want die kon blijkbaar wel Engels. Wie is meegegaan? Christ van der Haag. Ja, Chris van der Aan, van de leerfabriek. Ja. Ja. En die is in de sloot gegaan bij die man en die heeft uitgelegd. En die heeft zijn eigen daar omgekleed en overal aan gedaan en klompen aan gedaan. Ja, want hij zat natuurlijk en in zijn vriendenierstudie. In zijn officiersdingen. En die heeft hij zijn eigen in die sloot omgekleed en gegeten en gedronken, want die had er blijkbaar al een paar dagen gezeten. En toen is hij bij Josse voor op de kar gewoon gaan zitten in zijn overal. En waar hebben ze hem heen gebracht? Naar het gasthuis toen weer. Is Jos gewoon naar huis gereden. En toen is hij schijnbaar s'avonds overgebracht hier naar de pastorie. Stoven Kemenaar, die zat schijnbaar ook in het verzet. En van de pastorie uit hebben ze hem weggewerkt weer. Maar ik heb er nooit niks meer van gehoord. Of dat je het overleefd heeft of wat ermee gebeurd is, dat weet ik niet. Wanneer was dat precies? Was de oorlog toen bijna afgelopen? Nou, hij kwam blijkbaar uit een... die zweefvliegers kwamen toen hier over. Ja. Uit een bommenwerper dat hij uitgesprongen was, die in brand geschoten is of iets. Dat is tegen het eind van de oorlog geweest? Ja, het was tegen het eind van de oorlog, maar het waren hier nog niet bevrijd. Nee. Dus toen is dat gebeurd. Maar ik zeg, ik heb er nooit niks meer van gehoord. Dus waar die man gebleven is, waarschijnlijk terug. Maar ja, hij kan het ook niet overleefd hebben natuurlijk, dat weet ik niet. Hoe reageerde uw man toen hij daar een vreemde man in die sloot zag liggen? Ja, hoe reageerde hij? Hij schrok het eerst eigenlijk dat je hem zag zitten. Maar ja, hoe oud was hij? 19, denk ik. Het was wel interessant ook om dat te doen. Maar ik zeg, hij wist niet goed, denk ik, waar hij mee bezig was. Maar ja, die mensen moesten geholpen worden, dus... Ja, ja.
Meisjes, we hadden net over collaborateurs, hè? Ja. Er waren ook meisjes die raakten erg bevriend met de Duitsers hier. Ja, die waren er wel, ja. Ja. Dus, kende u daar ook een paar van? Of één? Ik heb er wel van gekend, want er waren bij ons wel soldaten en die zeiden, we moeten bij de Rita wezen, zeiden ze dan. En Rita, die woonde op de spoorlaan, dus daar konden ze wel terecht, schijnbaar. Er waren de Duitsers die bij jullie in huis woonden? Ja, er was een café op de spoorlaan, daar gingen ze dan naartoe. Heel naar Rita? Bij de Rita. Ja, ja. Wat is er met Rita gebeurd na de oorlog, na de bevrijding? Nou, dat zou ik echt niet weten. Dat weet ik niet meer. Ja. Of ik heb het niet geweten. Nee, dat weet ik niet. Ja. Wat ermee gebeurd is. Ik weet ook niet of dat hier in Oostenrijk veel voorgevallen is. Want ja, die hadden een café, dus die meiden, die denken dat iedereen aandeed, wat was of niet, hè? Dat was de kostwinning. Ja, dat was het. Dus, ja. Nou, kijk, oorlog brengt meestal veel ellende met zich mee, maar waren er misschien ook toch nog leuke dingen in die oorlogstijd? Ja, leuke dingen. Er was geen kermis en er was wel een circus in die tijd. En bij dat circus heb ik mijn man leren kennen. Dus ik was 17, Jos was 18. Dus dat was wel leuk, maar dat had niks met een oorlog te maken. Nee. Als dat geen kermis was. Want de dansgelegenheden of kermis in onze jonge tijd, hebben we dat helemaal niet gekend. Ja. Dus we moesten, ik zeg af en toe hier bij een boer, dat er gedanst werd, dat we wel eens naartoe mochten. Maar ik zeg eens een paar, die was nogal huiverig daarvan, want ja, hij zat in de gemeenteraad en hij was wethouder. Hij zei, die worden eerst opgepakt zitten en we moeten dan met jullie. Dus die was oerse bang. Ja, hij heeft ook nooit niks in het zwart gedaan. Want ja, bij ons was het allemaal opgroeiend. We hebben zoveel moeten verstellen en stoppen. Want andere boeren die ruilden nog wel eens boter of melk of tegen kleren. Maar dat durfde niet allemaal niet, dat mochten we niet. Dat is, ja, dat is, ja. En later, toen wij wat ouder waren en de oorlog die bleef duren, toen deden we daar zelf wel voor, zonder een paar. Hebben jullie honger geleden? We hebben geen honger geleden, maar we hebben wel slecht eten gehad. Maar honger hebben we niet gehad, want er werd gebakken en ja, bij de meeste boeren, die hielden wat bloem achter en wat tarwe achter en zoiets. Maar omdat ze een paar daar zo bang voor was. Wij kregen altijd roggebrood en dat werd wel gebakken, maar dat was plakkerig en nattig. En ja, groenten en fruit hadden we dan zelf wel wat. Dus in die zin hebben we geen honger geleden. Hmm. Maar dat altijd zo'n best eten was, dat kan ik niet zeggen. Maar wat voor bedrijf was jullie boerderij? Ja, eigenlijk een gemengd bedrijf. Ja. We hadden wat koeien en we hadden wat kippen en we hadden een paar varkens. En een groentetuin en een moestuin. Dus zo voor wij eigen gerief eigenlijk. Ja. Want het groot deel van de boerderij die was in die tijd verhuurd. Want toen hadden we maar alles zo'n beetje voor ons eigen kostwinning eigenlijk. Toen die jongens groter werden, toen hebben ze de grond weer teruggepakt. En toen zijn ze eigenlijk aan het boeren geweest. Want ze paar die had toch geen tijd voor, want die had een andere baan. Ja. Dus, maar we hadden wel die grond en zo, dat we die verhuurden. Oké. Okay. Ja. Bedankt. Dat was het. Wat is er? Nou, de kaart is vol. Mevrouw Mien van de Heuvel, hoe oud was u toen de oorlog begon? Dan was ik 13 jaar. En waar woonde u? In Kerkhovense Straat. En op 10 mei 1940 begint de oorlog, hè? Wat was het eerste wat u daarvan merkte? Mijn broer die kwam uit de kerk zondagsmorgens, want het was zondag toen, geloof ik. En die zei, er staat een ooievaar op het land. Dat had natuurlijk niks met de oorlog te maken, maar ik ook nieuwsgierig. En wij gingen samen kijken, want die wou ik ook wel zien. We kwamen op het land en die ooievaar was natuurlijk weg. Maar achter al die boerderijen op deze baan lagen hoopjes te branden. En dat bleken brandbommen te zijn geweest, die ze voor die boerderijen. En die hebben het doel gemist, denk ik. En anders hadden die boeren toen de boerderijen al kwijt geweest, de eerste dag. Ja, ja. En achter iedere boerderij lag zo'n hoopje te branden. Dus ze hebben dat gewoon gemist, die boerderijen.
Dat was de eerste? Dat was de eerste indruk van de oorlog. Ja. Want daar wisten wij natuurlijk niks van. De oorlog begint op 10 mei. De tijd gaat verder. Wat merkt u eigenlijk op de duur van de aanwezigheid van de Duitse bezetter? Nou, wij hadden stallen en schuren, want we zaten op een boerderij. En dan was er heel gauw dat er paarden ingekwartierd kwamen met manvolk. Met die soldaten die erbij hoorden. Bij ons in de stal en in de schuur. En waren dat hun eigen paarden? Dat waren, zover als ik weet, hun eigen paarden. Maar ze hebben op den duur al die paarden gevorderd. Dus er zullen wel paarden bij geweest zijn die niet van hun waren, neem ik aan. Maar ja, er liepen in ieder geval heel veel soldaten rond huis. Die op die paarden moesten passen. En de stallen bij ons en de schuren stonden vol paarden. En woonden die soldaten ook gewoon bij u in huis? Er waren een paar officieren die bij ons op een kamer moesten. Maar de gewone soldaten niet. Of die bij die paarden sliepen, dat weet ik niet meer. Maar die waren niet in huis. Hoe was de omgang met die officieren? Nou, over het algemeen waren ze wel uit de hoogte, maar keurig beleefd. Zo niet dat ze vervelend waren, maar ja, het was al vervelend dat je in huis zat natuurlijk. Ja. En ze aten gewoon mee aan tafel? Nee, ze deden de eigen. Ze sliepen bij ons en meer niet. Hmm. En er was maar één of twee man, er was maar één kamer. En ik zeg, die andere soldaten die liepen wel rond huis, maar die kwamen meestal niet binnen. Hmm. Dus ze gedroegen zich gewoon gedisciplineerd? Ja, ze gedroegen er eigen netjes, ja. Dit was dus een vorm van persoonlijk ongemak, hè? Waren er nog meer persoonlijke ongemakken door de oorlog? Het was in zodanig ongemak. Onze pa die was kassier van de Boerenleenbank en zaakvoerder van de Boerenbond. En die moest nogal eens regelmatig van huis, terwijl wij met 3 pubers thuis waren, met heel dat volk rond huis. Dus op een gegeven moment toen kwam hij terug, ik zei, ben dit vergeten? Ik kan zo toch niet gaan, zit hij. Met al dat volk hier rond huis en met jullie allemaal thuis. Ja, mijn moeder was er niet. Die was in 40 gestorven, want ik heb dat opgeschreven. De oorlog begon bij mij in januari, toen mijn moeder overleed. En dat was in januari 40, terwijl in mei de oorlog uitbrak. Dus onze pa die zat er met 12 kinderen, van 16 tot 2. Dus ik kan me nou wel indenken dat hij niet graag van huis ging. Ja. Terwijl dat wel af en toe moest, voor zijn zaak. Hm. Ja. Nou, hij had hele grote zorgen over jullie. Ja, dat maar had hij. De Duitsers gedroegen zich, in ieder geval. Ja, maar er waren ook wel jongere mannen bij, van rond de 20. Dus die, en wij vonden dat ergens wel interessant natuurlijk op onze leeftijd. Maar ik zeg, niet dat ze ons ooit te na zijn gekomen. Nee. Dat niet. Nee. Dat was de relatie tussen de Duitsers en u persoonlijk. Hoe was dat in het dorp hier? Ja, wij kwamen in die tijd niet veel in het dorp. Want wij, door de week was het werken en in het weekend, we mochten wel eens een keer gaan dansen of zo. Maar ja, dan waren we toch wel voor het 17, 18. En toen was er niks, geen kermis of geen dansgelegenheid of niks. En dan gebeurde het wel eens dat we bij een boer op stal of dat we daar muziek draaiden met een ouderwetse grammofoon en dat we daar dansten. Maar ja, dat mocht ook niet. Dus dat was, als er dan jonge mannen waren, die waren oezevlug. Als ze dachten dat er een controle kwam of iets, dan waren ze ook weg. Mocht dat niet van de Duitsers? Nee, was niks toen. Geen vertier. Over jonge mannen gesproken, hè? Op een gegeven moment zijn Duitsers de jonge mannen gaan wegvoeren naar Duitsland. Hebt u daar ooit iets van meegekregen? Nou, ik was 13. Mijn oudste broer was 14. Dus die waren in die tijd nog te jong eigenlijk om daarvoor in aanmerking te komen. Die hebben daar nooit geen last van gehad. Die zijn in ieder geval niet. En de andere broers waren allemaal nog jonger dan ik, dus die waren nog te klein daarvoor. Het geweld, het oorlogsgeweld in en om Oosterwijk, u hebt er al iets over verteld, over die brandjes op 10 mei. Ja, ja. Hebt u daar nog verder iets van gemerkt, van geweld? Wel met de bevrijding.
Ja. Toen was ik bij mijn tante en die woonde op de Spreeuwenburgerweg, die eerste boerderij. En met de bevrijding werd er op de kerk geschoten hier. En die granaten, die misten, die kwamen in de Spreeuwenburgerweg terecht. En daar is mijn neef, die een boerderij verder woonde als mijn tante waar ik was, die is daar verongelukt, chef Roeven. Die, met die granaten, want die Duitsers die zeiden, dat zijn de Engelsen, die schieten op de boerderijen. En toen zei hij, jij was 12 toen, dan ga ik het veld in zitten. En die liep thuis weg het veld in en daar is hij geraakt. Ja. Allebei zijn benen kwijt. En die is een uur naar de rand op Katrinenberg overleden. Dat was toen een noodhospitaal. Ja. En die is daar overleden. Ja, tegenwoordig hoeft hij niet meer, al zijn ze de benen kwijt. Maar toen werd er verder niks mee gedaan. Hè. Ja. En dat was rond de bevrijding. Wij zaten ook bij mijn tante, die had een kelder en een aardappelkelder, zei ze vroeger. En dat was een opening van 60 bij 60, denk ik. En daar had hij helemaal vol strooi gelegd. En dan moesten we door die opening kruipen. Ik eerst en dan 10 kinderen. En dan mijn oom en mijn tante. En daar sliepen we 's nachts. Zaten jullie er echt veilig? Nee, daar zaten we helemaal niet veilig. Want de granaten die vielen op het huis en tegen het huis aan. En boven ons was een houten vloertje, dus hoe veilig is het dan? Al zitten in de kelder. Hmm. Maar ja, we hebben het eraf gebracht. Goed afgebracht. Ja. Dat was dus bij de bevrijding? Dat was bij de bevrijding, ja. De veiligheid in het algemeen, hè? Het was in 1940 was het goed raak, bij de bevrijding ook, maar er tussendoor ook? Tussendoor is er niet veel geweld geweest, tenminste niet dat wij meegemaakt hebben. We hadden in de boomgaard een schuilkelder zogenaamd gemaakt en daar lagen wat takkenbossen op en wat stro. Dus daar moest die granaten tegenhouden. Het is goed dat we ze niet over gehad hebben, maar dat was wel verplicht dat je een schuilkeldertje had. Maar ik zeg, dat was waardeloos wat de granaten betreft. Wanneer zag u voor het eerst een Schotse bevrijder? Een Schotse bevrijder? Nou, die heb ik gezien toen wij hoorden dat het bevrijd was hier. Toen mochten we naar het dorp van Kerkhoven uit. En toen hebben we gedanst rond die lichtmast. Die stond toen in de midden van die kruising. En daar hebben we eigenlijk iets van de bevrijders gezien, maar niet veel. Maar ik zeg, daar hebben we toch wel, dat was de avond dat we hoorden dat het bevrijd was. Dat was de lichtmast op het kruispunt van Stationstraat, Lint, Verlielstraat, ja. Stond midden op die kruising stond een grote lantaarnpaal, want ik heb er nog een foto van. Ja. Dat wij aan het dansen zijn daar. Deden de Schotten mee met dat feest? Daar ben ik me niet bewust. Later wel, dan was er bij Adriaanse was er toen nog een zaal. En daar werden balavonden gehouden voor. Adriaanse, waar was dat? Nou, er zit nou zo'n chique meubelwinkel in. Vroeger was dat een hotel of iets met een grote zaal. Op de Lint. En daar werden bals gegeven voor officieren. En daar zijn wij wel mee gaan dansen. Dat werd georganiseerd. En die moesten dan meisjes hebben om mee te dansen. En daar zijn wij wel een paar keer mee geweest. Ja, u was inmiddels 18, hè? Ja, bij de bevrijding wel, ja. Konden jullie goed praten met die jongens? Ik kon het niet. Dan kon ik met de Duitsers beter dan met de Engelsen. Want Duits had ik ooit geleerd en Engels niet. Ja. Dus ik kon er niet mee praten. Ja. Mijn zus wel, want die zat hier op de Mulo. En die verstond haar wel. Ja. Maar er werd gedanst en eigenlijk niks gezegd. Ja. Was er veel verschil tussen het contact met de Duitsers en het contact met die Schotten? Allebei waren het soldaten natuurlijk. Het waren allebei soldaten. Ja, met de Schotten heb ik eigenlijk weinig contact gehad. Dus dan een paar avonden zijn wezen dansen, maar verder heb ik er nooit geen contact mee gehad. En die Duitsers die liepen bij ons over de vloer. Dus wat dat betreft was dat contact meer als met die Engelsen. Want ik weet niet of ze lang hier in Oostenrijk geweest zijn, maar ik zeg, daar hebben wij niet veel contact mee gehad.
Oostenrijkers die met de Duitsers samenwerkten, die collaboreerden, zoals dat heet, hè? Kenden u die mensen? Ik kende er enkele, want onze pa die was in die tijd wethouder. En die kende wel enkele van die mensen en die hoorde ik wel eens vernoemen, maar verder heb ik er eigenlijk nooit niks mee te maken gehad. Nee. En mensen die in het verzet zaten, heb je die gekend? Gekend, de gebroeders Schut, die kende ik wel. Maar Wim van der Klei, dat was van de notaris, denk ik. Hè? Ja. Die kende ik ook. Maar niet dat ik er wat verzet betreft iets mee te maken had. Nee. Maar tijdens de oorlog hebben zij verzet gepleegd. Wist u toen dat zij ermee bezig waren? Nee, dat heb ik niet geweten. Nee. Achteraf pas gehoord? Ja, achteraf. Ja. Hmm. Nee, dat heb ik nooit geweten. Met een eigen man, die heeft dat wel meegemaakt, dat hij een Engelse piloot gered heeft eigenlijk. Hoe ging dat? Toen werkte hij op het gasthuis, was dat toen nog, je hebt nu een Uitseweg. Ja. En die hadden land liggen hier achter de Katrinenberg. En een beetje verder weg, daar was hij bezig met de afrasting repareren. En toen hoorde hij geritsel in de sloot, waar hij vlakbij stond. En daar bleek een Engelse piloot te zitten. Want hij knikte toen Jos een beetje uitlegde dat hij Engels was. En toen knikte hij heel bang. En toen heeft Jos geduid, blijf maar zitten. En die is teruggegaan naar het gasthuis en zijn tante was daar overste. En hij heeft zijn verhaal verteld en die hebben boterhammen en drinken meegegeven en overal en klompen, een petje. Allemaal van Jos zelf. En hij is met paard en kar teruggegaan naar die wei. Christie van der Haag geloof ik dat toen nog meegegaan is, want die kon blijkbaar wel Engels. Wie is meegegaan? Christ van der Haag. Ja, Chris van der Aan, van de leerfabriek. Ja. Ja. En die is in de sloot gegaan bij die man en die heeft uitgelegd. En die heeft zijn eigen daar omgekleed en overal aan gedaan en klompen aan gedaan. Ja, want hij zat natuurlijk en in zijn vriendenierstudie. In zijn officiersdingen. En die heeft hij zijn eigen in die sloot omgekleed en gegeten en gedronken, want die had er blijkbaar al een paar dagen gezeten. En toen is hij bij Josse voor op de kar gewoon gaan zitten in zijn overal. En waar hebben ze hem heen gebracht? Naar het gasthuis toen weer. Is Jos gewoon naar huis gereden. En toen is hij schijnbaar s'avonds overgebracht hier naar de pastorie. Pastoor Kemenaar, die zat schijnbaar ook in het verzet. En van de pastorie uit hebben ze hem weggewerkt weer. Maar ik heb er nooit niks meer van gehoord. Of dat je het overleefd heeft of wat ermee gebeurd is, dat weet ik niet. Wanneer was dat precies? Was de oorlog toen bijna afgelopen? Nou, hij kwam blijkbaar uit die zweefvliegers kwamen toen hier over. Ja. Uit een bommenwerper dat hij uitgesprongen was, die in brand geschoten is of iets. Dat is tegen het eind van de oorlog geweest? Ja, het was tegen het eind van de oorlog, maar het waren hier nog niet bevrijd. Nee. Dus toen is dat gebeurd. Maar ik zeg, ik heb er nooit niks meer van gehoord. Dus waar die man gebleven is, waarschijnlijk terug. Maar ja, hij kan het ook niet overleefd hebben natuurlijk, dat weet ik niet. Hoe reageerde uw man toen hij daar een vreemde man in die sloot zag liggen? Ja, hoe reageerde hij? Hij schrok het eerst eigenlijk dat je hem zag zitten. Maar ja, hoe oud was hij? 19, denk ik. Het was wel interessant ook om dat te doen. Maar ik zeg, hij wist niet goed, denk ik, waar hij mee bezig was. Maar ja, die mensen moesten geholpen worden, dus... Ja, meisjes, we hadden het net over collaborateurs, hè? Ja. Er waren ook meisjes die raakten erg bevriend met de Duitsers hier. Ja, die waren er wel, ja. Ja. Dus, kende u daar ook een paar van? Of één? Ik heb er wel van gekend, want er waren bij ons wel soldaten en die zeiden, we moeten bij de Rita wezen, zinnen ze dan. En Rita die woonde op de spoorlaan, dus daar konden ze wel terecht, schijnbaar. Er waren de Duitsers die bij jullie in huis woonden? Ja, er was een café op de spoorlaan, daar gingen ze dan naartoe. Heel naar Rita? Bij de Rita. Ja. Wat is er met Rita gebeurd na de oorlog, na de bevrijding? Nou, dat zou ik echt niet weten. Dat weet ik niet meer. Ja. Of ik heb het niet geweten. Nee, dat weet ik niet. Ja. Wat ermee gebeurd is. Ik weet ook niet of dat hier in Oostenrijk veel voorgevallen is.
Want ja, die had een café, dus die meiden, die denken dat iedereen aan deed, wat was of niet, hè? Dat was de kostwinning. Ja, dat was het. Dus, nou, kijk, oorlog brengt meestal veel ellende met zich mee, maar waren er misschien ook toch nog leuke dingen in die oorlogstijd? Ja, leuke dingen. Er was geen kermis en er was wel een circus in die tijd. En bij dat circus heb ik mijn man leren kennen. Dus ik was 17, Jos was 18. Dus dat was wel leuk, maar dat had niks met een oorlog te maken. Nee. Als dat geen kermis was. Want de dansgelegenheden of kermis in onze jonge tijd hebben we dat helemaal niet gekend. Ja. Dus we moesten, ik zeg af en toe hier bij een boer dat er gedanst werd, dat we wel eens naartoe mochten. Maar ik zeg eens een paar, die was nogal huiverig daarvan, want ja, hij zat in de gemeenteraad en hij was wethouder. Hij zei, die worden eerst opgepakt zitten en we moeten dan met jullie. Dus die was oerse bang. Ja, hij heeft ook nooit niks in het zwart gedaan. Want ja, bij ons was het allemaal opgroeiend. We hebben zoveel moeten verstellen en stoppen. Want andere boeren die ruilden nog wel eens boter of melk of tegen kleren. Maar dat durfde niet allemaal niet, dat mochten we niet. En later, toen wij wat ouder waren en de oorlog die bleef duren, toen deden we daar zelf wel voor, zonder een pa. Hebben jullie honger geleden? We hebben geen honger geleden, maar we hebben wel slecht eten gehad. Maar honger hebben we niet gehad, want er werd gebakken en ja, bij de meeste boeren, die hielden wat bloem achter en wat tarwe achter en zoiets. Maar omdat ze een paar daar zo bang voor was. Wij kregen altijd roggebrood en dat werd wel gebakken, maar dat was plakkerig en nattig. En groenten en fruit hadden we dan zelf wel wat. Dus in die zin hebben we geen honger geleden. Hmm. Maar dat als het zo'n best eten was, dat kan ik niet zeggen. Maar wat voor bedrijf was jullie boerderij? Ja, eigenlijk gemengd bedrijf. Ja. We hadden wat koeien en we hadden wat kippen en we hadden een paar varkens. En een groentetuin en een moestuin. Dus zo voor wij eigen gerief eigenlijk. Ja. Want het groot deel van de boerderij die was in die tijd verhuurd. Want toen hadden we maar alles zo'n beetje voor ons eigen kostwinning eigenlijk. Toen die jongens groter werden, toen hebben ze de grond weer teruggepakt. En toen zijn ze eigenlijk aan het boeren geweest. Want ze paar jaar toch geen tijd voor, want die had een andere baan. Ja. Dus, maar we hadden wel die grond en zo, dat we die verhuurden. Oké. Ja. Bedankt.